zeker de bomen die voor ons huis staan, maar prachtig kerngezond. Het is alleen spijtig, we gaan geen groen meer hebben, we hebben hier nog veel stof, veel CO2 uitstoten, we gaan de vogels verliezen. Dus het is een sterke verarming voor heel onze straat, heel spijtig. In die ene zat er een heel groot nest. Ja? Wat is er nu met dat nest gebeurd? Ja, dat weet ik niet, maar die is denk ik kapot. Ja, een boom kan niet spreken. Dat is het. Mensen beslissen zomaar dingen zonder eigenlijk goed na te denken. Te weinig respect van mensen. Ja, voor ze klagen over fijn stof en ze nemen de longen van de stad nemen ze weg. Ja, dan moeten die klagen over fijn stof. Hè. Ik vind het een beetje absurd. Ik vind het hypocriet. Het is gewoon hypocriet, hè? Hypocriet. Ze houden gewoon geen rekening mee wat we ook graag hebben. En wat, ik heb die een hakseler erna bezig gezien. Heb je dat langs de achterkant bekeken? Ik ben ook gezond. Ik leef ook. Ja, ik kan even goed door die hakseler. Ja. Die bomen, dat is levend. Dat gaat boven ons. Ja. En wij respecteren dat niet. Ik vind het verschrikkelijk. Hoe langer hoe meer hoe men nonchalant omgaat met bomen die 30 jaar langer erover gedaan hebben om ons te plezieren, om ons te dienen.